Hallo, het duurt zo lang met de snoepje van mij en heb je nog een martel of voorraad? Nou, een slim snoepje heb ik helaas niet, maar ik heb wel een kortel voor je. Oh, als je snoep wil, dan kan ik even beter kijken. Nou, dankjewel, Sjouw. Ja, geen probleem. Wim, je weet dat je niet beter kan kijken door wortels, hè? Dat is maar gewoon een brabbeltje, toch, Tommy? Inderdaad. Dat hebben mijn ouders altijd verteld. Nou ja, fijne dag, Wim. Zoe, heb je toevallig een snoepje voor me? Ik heb alleen geen geld bij ja, me. Zeker. Alweer niet? Nee, Zoe, je weet toch dat ik niet zoveel zakgeld krijg van mijn vader, oké? Okay? Ja, maar dit keer moet je wel echt betalen, ja, maar ik zeg toch net, ik heb geen geld, Zoe. Kom op, Zoe, snoepje. Zoe. Geen geld is geen snoepje. Bedoel ik maar een paar ceo-gurken bij? Dat heb ik niet. Niemand wil ceo-gurken eten. Heb je die nog steeds niet in het assortiment? Nee, ik heb wel dit groente stapje, alsjeblieft. Oké, Oeh, dat is mega lekker. Tommy aan de kant, aan de kant. Hoi, Sarah. Hoi, Sarah. Dennis, komen jullie ook hier? Dat had ik niet verwacht. Nee, ga maar voor, Sarah. Wat heb je nodig? Nou, heb je misschien nog van die nieuwe Ja, inderdaad, inderdaad. Alweer? Je bent vandaag echt al 3 keer langs geweest, hè? 3 keer? Nee, het was wel minder, hoor, toch? Nee, ik heb geteld. Het was 3 keer. En gisteren ook al. Maar ik weet niet of je ook wat nodig hebt. Ja, heel veel is het zeker. Hier, alsjeblieft. Oké, ja, was dat het? Ja, dat was het. Ik ga snel weer weg. Doei, okay, hoor. Doei. Doei, Sarah. Oh, doei. Ze ruikt zo lekker. Oh, dat ik dat ze rookt naar vis, Dennis. Ja, ik wou me net zeggen. Vind je dat lekker ruiken? Tommy, hou je mond, oké? Godverdamme. Sorry, waarom komt ze vis halen bij jou? Ik weet het niet. Dat weet ik ook niet, sinds Sarah echt heel veel nodig heeft, namelijk. Want heb je net het gesprek gehoord? Ja, dat ze vis kwam komen halen bij jou, maar echt waarom? Al voor de derde keer. Vandaag alleen al. En gisteren ook al heel veel, ja. Jongens, ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik vind dat een beetje fishy. Dennis. Okay, ja, maar ik ook inderdaad. Ja, maar waarom zou iemand heel erg veel vis nodig hebben, Zoe? We moeten dit tot de bodem uitzoeken, Tommy. Wat zeg je ervan? Precies. Ja, ik ben het daarmee eens, hoor. Ik denk namelijk dat ze geheimen voor ons heeft. En ik wil wel eens weten wat voor geheimen mijn crush allemaal heeft. Ik wat vinden jullie dus ervan? Weet je wat we daar moeten doen? Nou, Zoe. We moeten haar bespioneren. Oké. Bespioneren? Ik denk niet dat dat het beste is om te doen, Zoe. Misschien je moet het alles beste, weten van je crush, natuurlijk. En we moeten alles weten, inderdaad. Dat is wel waar. Jullie hebben gelijk, maar hoe gaan we haar bespioneren? Ik heb geen verrekijker, dat soort dingen. Ik ben geen detective. Nee, niet. Hier, alsjeblieft. Zoe? Ik ben mijn bril erbij pakken, hoor. Je bril erbij pakken? Misschien kan je ook gewoon wortels eten dan, Zoe. Tommy, ik heb toch net gezegd dat het een fabeltje van wortels worden je ogen niet beter, oké? Oh ja, dat klopt inderdaad. Wie is dit? Waar is Zoe heen? Oh, die ging even om het hoekje en zo, weet je wel. Maar Zoe stond hier net toch, Tommy? Wie is dit? Is het Joey? Ik heb geen idee. Oh, wacht. Ze ging net een bril ophalen. Jongens, ik ben er. Oké, Zoe. Ja, natuurlijk. Dat was echt een mega goede vermomming, maar... Toch wel. Hebben jullie ook een bril als we, zo? Luister, jongens. Als we Sarah in de gaten willen houden, dan moeten we nu gaan, oké? Okay? Ze liep volgens mij inderdaad. Maar. Oh, Dennis, je moet wel kijken. Kijk, daar loopt Sarah. Oké, kijk al, Zoe. Kijk al. Oh, daar is inderdaad. Laat ik haar in de gaten houden en afluisteren. Oh, snel naar huis, want hij heeft zo'n honger. Ik ben al echt lang weg. Hij heeft honger? Waar heeft ze het over? Wie heeft honger? Oké, jongens, volg haar. Deze kant op, deze kant op. Achter het bord schuilen hier van Blokstad. Oh, opschieten. Anders zijn de visjes koud. En dat is echt lievelingseten. Jongens, we moeten kijken waar ze heen gaat. Volg mij. Heeft niemand me achtervolgd? Even kijken. Oh, ze ziet ons aan de kant, jongens. Snel naar binnen. Perfect, we zijn bij haar koffiewinkeltje. Waar gaat ze heen? Door de deur. Ze gaat er naar achter. Laat haar volgen, jongens. Ik vertrouw er helemaal niks op. Oh, heel veel. Nee, inderdaad. Deze allemaal, inderdaad. Ik weet het niet. Iets van, hij is hongerig. Hij is een andere vriend. Ja. Oh, nee. Ze ging deze kant op. Oké, perfect. Jongens? Waar is ze is heen? Ik ga gewoon weg. Ik zou toch zweren dat ze hierheen ging, toch? Ja, ik ook. Ja, ze zag haar zo hier zo lopen. Zit ze in de diepvries? Het zou wel een beetje koud zijn, maar... Sarah, heb je hulp nodig? Hallo, heb je zelf opgekomen? Sarah. Jongens, het is hier alleen koud, maar er is hier geen... Ik weet zeker dat ze hierheen ging, jongens. Ja, dat is volgens mij hier ook dan inderdaad. Naartoe? Wacht eens even. Wat is je klappert? Ik hoor een kat. Een kat? Het lijkt alsof het hier vandaan komt, jongens. Weet je dat? Maar ik voel
roeier aan de... Wat koud? Jongens? Wat is dat? Het lijkt wel op een geheime doorgang, want het wordt hier een stuk warmer opeens. Mag ik er ook bij? Stil, ik hoor wat. Daar, Sarah. Hé, lieve kleine jongen, ik ben er weer. Zullen we honger hebben? Maar ik heb hier heel veel visjes voor je gehaald. Kijk eens. Dat vind je zo lekker, hè? Wat is er? Snel, deze deur dicht. Snel. Inderdaad, hier is niks gebeurd, jongens. Oké, gewoon hier zitten. Inderdaad, oké. Zijn er dus achter dat we weten waarom ze die visjes bij jou komt halen, Zoe? Ja, en niet zo weinig ook. Ze heeft in het geheim gewoon een kat als huisdier. Wow. En ze eet samen met de kat de vis op. Nee, Tommy. Ze eet alleen de kat de visjes, oké? Ja, ze eten niet samen de vis op. Oké. Maar dit is dus wat ze geheim houdt. Ze heeft vast nog meer geheimen voor ons die we niet weten. Nou, dan moeten we daar toch achter komen? Achter al die geheimen? Dat is zeker waar, Zoe. Jongens, dat doen, oké? Wat doen jullie hier? Hoi, Sarah. Jullie waren hier net toch helemaal niet? Tommy, we zijn er Ik moet mijn zeehoeken nog water geven, jongens. Doei. Oké, Tommy. Jawel hoor, Sarah. We zaten hier net ook al. We waren aan het wachten op jou. We dachten dat je misschien druk was. Ja, ik was heel erg druk. Doe maar een water voor mij en zou je wat doen? Ja, voor mij een koffie en een donut, alsjeblieft. Een koffie en een donut? Zeker. Dat heb ik. Water. Wat is dat water in mijn nek? Dat is wat speeksel. Opa, jullie me schrikken. Water. Prettig vinden als je voortaan niet zo in mijn nek loopt te hijgen, oké? Dat is echt mega smerig, maar ga jij maar. Hoi. Koffie, mevrouw. Ja, tuurlijk. Ik maak het even. Laat hier gaan zitten. Oké. Sarah, nee, meer geheimen voor ons die we niet weten. Eén koffie. Dankjewel. Even lekker drinken, denk ik hoor. Dit is niet zo goed om mijn oude darmen. Opa, gaat het? Opa? Blijf maar afstand houden. Wat is die lucht? Opa, ik denk dat je je broek hebt verkocht. Ga maar snel naar huis. Ja, ik geef van mijn luier verschoning. Ik ben een Luier verschoning? Oké dan. Hoi. Lieve Sarah van me. Hoi, oom. Hoe gaat het mee? Leuk dat je er weer bent. Ja, gaat het goed, hoor. Zeker, altijd, hè. Ja, wil je wat drinken? Trouw mij maar een koffietje. Ik weet het niet, hoor. Oké. Alleen, hoe gaat het ook met je bakkerszaak? Bakkerszaak? Ja, dat is het helaas jammer genoeg niet geworden. Het is nu een koffiewinkeltje. Inderdaad, ik heb ook net koffie besteld. Ja, het lijkt me nog steeds wel heel leuk, hoor. Een bakkerij met al die verse broodjes. Het ruikt zo lekker. Je verkoopt dus geen broodjes? Nee, niet echt. We hebben wel tosties, maar... Ik had net zoveel zin in een broodje gezond. Zeg dat Sarah een bakker wou hebben in plaats van een koffiewinkel? Ja, daar lijkt het wel. Maar fijn om te horen dat alles verder goed gaat. Ja, zeker. Ik ga even lekker zitten. Is goed, hoor. Nee, vandaar dat die donuts waarschijnlijk ook beter zijn dan de koffie. Is dat er ook? Ja, zo noemde ze hem. Oh, wat een lekker koffietje toch. Dat is raar. Zoe, ik ben echt benieuwd wat voor geheimen Sarah nog meer heeft. Ik vertrouw hier helemaal niks van. Jongens, meisjes, we gaan sluiten. Ik moet er vandoor. Ik heb een hele belangrijke afspraak nog. Sluiten? Maar we zitten hier net. Morgen zijn we weer open. Oma Koen, het was heel leuk om je weer te zien, maar ik moet er echt vandoor. Ik vond het ook echt hartstikke leuk om jou weer te zien, Sarah. Wat voor afspraak? Nou, gewoon een belangrijke afspraak. Ik zie jullie wel weer. Doei, doei. Oké, Sarah. Tot de volgende keer. Laten we naar buiten gaan, Zoe. Waar ze heen loopt. Het lijkt alsof ze richting de bioscoop gaat. Wat denk jij? Inderdaad, heeft ze een date? Ik hoop het niet, Zoe. Laat haar gaan. Zoe, wat een gelijk, oké? Ze staat bij de bioscoop. Jeetje, het duurt wel lang, hoor. Hallo, Sarah, ik ben er. Oh, hoi. Oh, je bent er eindelijk. Wat leuk dat je ik heb mega veel zin om naar de film te gaan. Ja, ik ook. Kom, ga mee. Dan gaan we snel. Ja, we gaan. Joepie. Zoe, je hebt gelijk. Ze heeft een andere jongen. Ik wist het wel. Alle meisjes zijn ook hetzelfde, oké? Hoe zijn nou weer alle? Oké. Misschien is dat op de proef gesproken. Laten we haar afluisteren. We willen graag twee kaartjes voor Spider-Man. Spider-Man! Deze en deze van jullie. Dankjewel. Die was super. Dankjewel. Willen jullie nog wat te eten? Ja, popcorn.
Okay. En een blikje cola. Dat mag normaal niet van papa, maar nu wel. Nou, vooruit, voor deze ene keer. Papa? Hoezo komt hij zo kinderlijk over? Ik wil niet raar overkomen, maar het lijkt misschien alsof dat haar broertje is. Dankjewel. Oh, zo gaat het snel. Even kijken naar mij te kijken. Zoe, zeg maar alsjeblieft dat je geld bij je hebt. Ja. Oké, perfect. Hallo meneer, 2 kaartjes voor de Spider-Man film. Graag en heel rap. Oké, perfect. Zij betaalt. Ik betaal blijkbaar. Meneer, het zijn er 3 alsjeblieft. Eentje terug. Ja, sorry. Ik heb alleen nog een knoop. Dat is wel goed, toch? En 1 diamond, maar dat is het. Nu is het goed. Ga maar door. Dat is een goede deal. Een knoop en een diamond. Oké, laten we gaan, Zoe. Laten we naar links gaan. Ik vertrouw er niks van. Volgens mij hebben ze gewoon een date met z'n tweeën. Het is haar broertje. Maar waarom heeft ze dan nooit tegen mij gezegd dat ze een broertje heeft? Laten we de zaal in gaan. Het is hier mega donker. Wacht, ze zitten erachter. Oké, Zoe, laten we via deze kant lopen. Dan hebben ze ons niet door, oké? Ja, maar ik heb sowieso camouflage op, hè. Dus ze weten sowieso niet. Hier de zijkant, hier zo. En dan gaan we precies hierachter zitten. Hier kunnen we hun namelijk in de gaten houden. Deze popcorn is zo lekker. Is lekker, hè? Ja, heel lekker. Maar grote zus, ik heb een vraag. Ja? Grote zus, zei die. Waarom heb je nou geel aan? Want je lievelingskleur is oranje. Wat? Weet je nog die ene hele leuke jongen? Zijn lievelingskleur is geel. Haar lievelingskleur is oranje. Oh, die ene jongen, ja. Was er nog niks tussen jullie twee? Nog niks. Hij heeft nog niks gevraagd. Ik durf het ook niet. Even Haar relatie is trouwens... dat vind ik echt vies. Nee. Dat is hartstikke leuk. Maar ook een beetje... En hij ook, denk ik. Laten we gaan. Ja, misschien wel, ja. Zoe, zei dat broertje nou letterlijk grote zus tegen haar? Dat is precies wat hij zei dus tegen haar. Dus we weten wel meerdere geheimen van Sarah. Ze heeft gewoon allemaal geheimen voor ons. Haar inderdaad, kat. En haar oom. En dat ze een bakkerswinkeltje wel hebben. En hoorde je dat net? Haar lievelingskleur is helemaal niet geel. Nee, haar lievelingskleur is oranje. Maar ze zei omdat ze een jongen leuk vindt dat het niet geel is. En bedoelt ze omdat zijn lievelingskleur ook nou weer geel is. Mijn lievelingskleur is geel. Ja, dat klopt. Misschien. Dus dat zijn al meerdere geheimen die we over hebben. Ja, maar dus misschien heeft ze nog wel meer. Laten we wachten tot de film af is. Laten we haar opwachten hier buiten de bioscoop, oké? Ik hoor ze. Mega leuk. Mooi dat je het leuk vond. Ik vond het leuk dat je er even was. Nou, ik ga weer naar het kinderdagverblijf. Oké, doei. Veel plezier. Het is echt een klein broertje. Waar gaat Sarah heen? Laat haar volgen, Zoe. Nog even snel langs de bank. Daar ook wat dingetjes doen. Dingetjes doen? Wat zou ze bij de bank moeten doen, Zoe? Ja, precies. Oké, laten we daar ook heen gaan. Ik ben benieuwd. Hoi, ik kom wat geld inleveren. Waar moet je geld inleveren? Dat moet naar mijn moeders rekening. Mijn moeder is heel erg ziek, dus dit is voor haar. What? Naar uw moeders rekening? Ja. Haar moeder is erg ziek. Veel beterschap met uw moeder trouwens. Ja, dankjewel. Even kijken. Plip. Oké, de transactie is succesvol overgemaakt. Oh, gelukkig maar. Daar zal ze blij mee zijn. Dat weet ik wel zeker. Fijne dag. Dankjewel. Haar moeder is erg ziek, dus ze zorgt voor haar moeder. En brengt al het geld naar de bank om vervolgens te storten op haar moeders rekening. Is ze daarom zo hard toch en nacht om voor haar moeder te zorgen? Ja, dat lijkt me wel. Waarom anders? Dat is mega zielig. Sarah is echt een super lief persoon. Ik moet snel naar het park, anders kom ik te laat voor zangles. Zangles? Zoe, hoorde je dat? Heeft ze zangles? Blijkbaar, maar gelukkig weten wij waar het park is. Laten we daarheen gaan. Dennis, is dat nou een zangleraar? Zoe, het lijkt er wel op. En met wat hij allemaal uitkraamt hier voor de laatste 30 minuten. Ja, Zoe? Nee, het kan wel iets beter, denk ik. Hoger, dan krijg je geen lucht meer hoor, jeetje. Ja, tjidoedoela. Tjidoedoela. Zoe, hoor je dit? Je moet het er wel een beetje uitschreeuwen, hè. Je moet die emoties laten horen. Zoe, laten we maar gewoon weggaan. Dit is echt kattengejan bij elkaar. Zoe, wat heb jij op je hoofd? Wat zeg je? Dankjewel. Oké, laten we maar gewoon wachten totdat die zangles voorbij is. Laten we hier wachten, want dat klinkt helemaal nergens naar. Nou, Sarah, dat was de zangles voor vandaag. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Dankjewel, meneer. Sommige dingetjes komen wel beter. Door, denk ik. Maar dan zie ik jou volgende week weer, oké? Is goed. Tot volgende week. Doei. Stop je achter de bosjes. Ik ben een bosje. Dan moet ik nog één
één ding doen vandaag en dat is naar het politiebureau. Ben ik nog op tijd? Snel gaan hoor. Politiebureau? Zoe, hoorde je dat? Hè? Hoorde je dat, Zoe? Nog een keer? Zet dat ding dan af! Hoorde je dat, Zoe? Ik hoop het. Oké, snel naar het politiebureau. Volg mij, oké? Nou, ik hoop dat niemand mij is gevolgd hierheen. Goeiedag, meneer. Hallo, zeg het eens, jonge dame. Hoi, ik wil graag mijn vader zien als dat kan. Wacht, Oh, dan kan ik zo bij ophalen voor jou, oké? Oh, dankjewel. Dat ze haar vader bezoeken bij het politiebureau. Zoe? Dennis? Je wilt toch niet zeggen dat het zevende geheim is dat haar vader een crimineel is? Of wel soms? Nee, misschien moest ze iets ophalen of zo? Ze is een politieagent, dat kan ook. Hier is je vader. Je hebt nu de tijd om met hem te praten. Oké, hoi pap. Ah, lieve Sarah. Hoe gaat het hier? Is het een beetje te doen? Ja, het is te doen. Ik hou me vol met het droogbrood en water. Maar het spijt me, lieve Sarah. Het spijt me. Ja, het was niet zo handig. Goed zorgen voor jou en je moeder. Ja, dat weet ik. Maar pap, dat kan echt niet zomaar iets stelen uit de winkel. Voor nee, ook is het heel lief. Je vader is een gevangene. Je moet me geloven. Ik heb alleen het beste met jullie voor. Ja, dat weet ik, pap. Dat weet ik. Zoe. Maar nou ja, verder gaat alles goed. Gaat ook alles goed met jou? Het voelt niet ja, goed hoor, om ik heb hele leuke luisteren, vrienden okay. gemaakt. En er is een leuke jongen. Laten we gaan. We weten genoeg nu over Sarah. Ik voel me een beetje schuldig. Zoe, wacht hier, oké? Oké. Sarah? Dennis? Kan wat doe je hier? Maar is dit die ene leuke jongen waar je het over had? Ja, misschien wel, pap. Hoi, vader van Sarah. Hallo. Jou heb ik nog nooit eerder gezien. Leuk u te ontmoeten. Aangenaam maar, kennis te maken. Ik zal jullie tijd niet langer storen. Sarah, kan ik je heel even spreken? Heel even? Ja, kan wel even. Ben je me gevolgd, Dennis? Nou, ik moet iets toegeven. Ik heb je de hele dag gevolgd, Sarah. De hele dag? Nou, oh, jee. Het begon allemaal bij de snoepwinkel van Zoe. Je deed een beetje geheimzinnig. Ja. En Zoe, ik en Tommy waren benieuwd wat voor geheim je voor ons had. En ik heb alles gehoord van je moeder die ziek is en dat soort dingen. En je vader nu. Je hoeft je echt niet voor te schamen, Sarah. Ja, doe ik wel een beetje. Ook al hij deed het om voor ons te zorgen, omdat mama dat niet kan. Maar Ik weet het, Sarah. Maar dat is het enige wat ik wou zeggen. Je hoeft je er echt niet voor te schamen, oké? Als zoiets dat is lief van je. Dan kan je bij me terecht, oké? Ja, zal ik doen. Ik moest het gewoon toegeven dat ik je in de gaten heb gehouden. Anders voelde ik me heel schuldig. Ik ga er vandoor. Ik laat je met je vader alleen, oké? Oké, doei Dennis. Doei vader van Sarah. Dag hoor. Zoe, laten we gaan. Zoe? Zoe, heb je ons afgeluisterd? Oké, Zoe. Laten we naar huis gaan. Het was een lange dag. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten,